Ja, Klaas Wels. Een korte voorbereidingsweek deze week. Maandag tegen Jong Ajax, vrijdag tegen ADO. Train je dan ook speciaal? Maandag hebben we inderdaad gespeeld. Kom je laat terug uit Amsterdam, dus hebben de jongens dinsdag vrijgegeven. Dat stond al op de planning. En woensdag hebben we met de jongens die niet of minder gespeeld hebben, hebben we hier gewoon prima en intensief getraind, een uur, anderhalf uur. En de jongens die gespeeld hebben, die zijn met Maurice en met Remco Loeven naar de Pelikaan geweest om daar een herstelprogramma te draaien. En om daar hun lichaam, de afvalstoffen, eruit te laten gaan. En vandaag hebben we kort getraind, uurtje, uur en 10 minuten. Op techniek, op het doorbloeden, spierspanning kweken en... Ja, meer kan niet op dit moment in een week waarin je 2 wedstrijden voor de boeg hebt. Ja, ADO Den Haag. Daar spelen 2 bekenden voor Maastricht mee. Hè? Ja. De doelman. Lucky Comas. En de spits. Thomas Verhuijt. Ja, en jij kent... jij hebt gewerkt met Luc? Ik heb gewerkt met Luc. Luc was onze keeper bij FC Os destijds. En heeft vanuit Os een transfer gemaakt naar PSV. En volgens mij is hij via Jong PSV verhuurd aan MVV Maastricht. Ja, Luc is een uitstekende keeper. Eredivisie ervaring. En buiten het feit dat het een goede keeper is, is het ook een prima kerel. Dus desalniettemin hopen we dat hij morgen een aantal keren de balletjes uit het net kan halen. Want dan is het goed voor MVV. Maar verder wens ik Luc het allerbeste toe. En Thomas Verhuijt, daar doe je natuurlijk op. Ja, ik denk dat ook spits is die zijn sporen in de voetballerij verdiend heeft. En die vorig jaar geloof ik bij Almere rond de 20 doelpunten heeft gemaakt. Nou ja, ik denk dat elke trainer en elke speler en elke supporter zo'n speler of zo'n spits wel in zijn ploeg wilde zien spelen. Dus dan noem je al meteen 2 kwaliteitspunten op bij ADO Den Haag. Ja, ADO moet voor de periodetitel hier winnen, willen ze kans maken. Helaas MVV net niet, de wedstrijd Jong Ajax. Ik hoorde van Alan Delferriere, hij zegt, wedstrijden waar iets te winnen valt, het zij voor mezelf of de tegenstander, waar de spanning goed op staat, dan ben ik op mijn best. Dus geldt dat voor meerdere jongens? Heb je dat gemerkt? Weet ik niet, zou je aan die andere jongens moeten vragen. Ik vind dat je elke wedstrijd op je best moet zijn. En ik snap best wat hij bedoelt. En in die zin heb ik ook niet zo heel veel met ADO Den Haag te maken. Ja, morgen onze tegenstander, met daar kijken we naar uit, een grote club. We kijken er ook naar uit en met heel veel respect zeg ik dat. Om te kijken waar MVV toe in staat is met onze jonge ploeg tegen een zeer goede ploeg in deze competitie. Maar daar houdt het ook wel een beetje mee op. Ik kijk hoe ADO speelt. En voor de verdere rest kijken wij naar onszelf, kijken we naar MVV Maastricht. Wat wij kunnen bieden, wat wij ten opzichte van ADO Den Haag op het veld kunnen brengen. In onze speelwijze, gesteund door een enthousiast publiek. En wij hebben morgen maar 1 doel, dat is morgen de wedstrijd winnen en de 3 punten hier in de gunst houden. Ja, deze week vervelend bericht over Kalala. Hij is er ook niet bij. Wat is er precies gebeurd? Nou, Lucas heeft zich afgelopen zondag in de afsluitende training voorbereidend op Jong Ajax heeft hij zich verstapt. En daarin heeft hij een achillespeesblessure opgelopen, waar hij inmiddels aan geopereerd is. Ja, wie missen we nog meer? Afgelopen maandag is Rico Zegers na, ik denk, een kleine 20 minuten uitgevallen. En die is nog niet op tijd fit voor morgen.